Ze weet voor niks. Er is niks geregeld, dus ik begrijp het ook niet hoor. Het is al een tijdje terug, maar sowieso dat en dat is het geval. Ze wist voor niks, was niks geregeld. Ze zei ook dat is een van de redenen dat ik niet mijn naambedje meer draag. Ja, lieve vrienden, we zijn in een straat aanbeland. Die heette Jacob Beenstraat. En als klein kind zijnde heb ik hier ooit gewoond. Ja, echt waar. Maar niet aan die kant, maar aan deze kant. En dat is om exact te zijn. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer heet. Dinsdag, de 13e van de 6e, 2023. En we leven om 13:24. Ja. Ik ga zo de meisjes uitlaten. Als ik terugkom, neem ik een bakje koffie. En daarna ga ik naar boven toe en dan haal ik spullen op. Van boven en dat breng ik weg naar de kringloopwinkel, want ik ben het zat aan de opruiming. Ja, dan ben ik blij dat dat in ieder geval alweer weg is, dan is er weer heel wat weg. En dan komt er ook weer een beetje ruimte op de kamer, op de logeerkamer. Ja, en dan nog met het strijkgoed in het vuil. Ja. Elwin, kom. Rijka, kom. Zo. Is dat nodig? Om jullie zo druk te maken? Om een andere? Hé? Moet je niet doen. Moet je niet willen. Maar in ieder geval, wij gaan dus lopen. En ja, ik kan dat nest natuurlijk niet meer gaan volgen. Want ja, de beestjes zijn verstoord gisteren. En dat vind ik zo erg. Ja, ik heb het tegen Karin ook verteld en die vond het ook zo bizar. Waarom nou weer? Waarom moet het verstoord worden? Het mag niet, hè? Het is strafbaar. Weet dat wel. En ook als je een bootje hebt en er wordt een nest opgebouwd, is het ook strafbaar om dat nest weg te halen. Want je verstoort het jonge stelletje. Het jonge eende, wat dan ook voor een vogelsoort het mag wezen. Maakt niet uit. Je verstoort hun in het broedseizoen. Dat mag niet. Dat is strafbaar. Dus laat het uit je hoofd. Is het toevallig jouw boot? Hey, pech. Keef van de zomer niet waren. Niet eerder dan die eitjes uit zijn. En dat ze kunnen zwemmen en hun eigen weer kunnen redden. Maar zolang ze het nest nodig hebben, mag je er niet aankomen. Zo simpel. Dus ja, heb jij pech als het jouw boot is. Laat liggen. Ja. Ga je maar wat anders bedenken. Je hoeft niet altijd met iedere zomer te varen, nee. Maar in ieder geval, ja, dan kun je wel zeggen, ik heb die boot niet voor niks. Nee, maar je hebt bij wijze van spreken ook een auto. Dan ga je toch met de auto, met de fiets, ja, verzin wat. Maar je moet niet het geluk van een ander verstoren. En dit is dan maar een dier in jouw ogen. Ja, het is maar een dier, maar wel een levend wezen. Ja. Ja, en ieder levend wezen is meegeteld, vooral in deze maatschappij. Denk na voordat je wat doet. En zeg ook niet alles zomaar wat jij later spijt van hebt. Ja. Ook die mensen heb je ertussen. Wees gewoon eens een keer lief voor een ander, maar ook voor een dier. Zo simpel is het. Ja, maar oké, ik ga lopen, ik heb de loopheb al aan en ik ga me klaarmaken. En ik zou zeggen, geniet gewoon van de prachtige, mooie zonovergoten dag en ik spreek jullie later weer. Zo, lieve vrienden, ik ga nu even naar boven toe, want ik heb een koffie op. Ik ga nu even naar boven toe om de spullen te halen, wat ik naar de kringloopwinkel breng. Dan gaan we gelijk door naar de Hema.
Want ik moet nog steeds wat ophalen, wat voor mij een verrassing moet zijn. Want dat heeft een zekere meneer Joop voor mij geregeld. Ik moet naar een Lucia vragen bij de HEMA. Dus dat gaan we ook vandaag doen. Want ik heb geen avondvierdaagse meer. En daar heb ik hem voor gewaarschuwd. Tijdens die avondvierdaagse lukt het mij niet om dat te doen. Dus ja, dat gaan we nu eventjes doen. En de camera deze, waar ik nou in praat, dat gaat in mijn tas. Mijn mobiel die neem ik ook mee. En omdat ik ook naar de kringloopwinkel moet, ja, ik weet niet eens niet of ik daar filmen mag. Dat heb ik ook nooit gevraagd. Maar meestal doe ik het in zo'n soort winkel niet 1, 2, 3 echt. Want je hebt met mensen te maken, nou ja. Klanten dan hoor, de klanten. Er komen daar klanten die waar ik liever niet mee te maken heb. Laat ik het zo maar even zeggen. Misschien zijn ze wel lief, maar niet tegen mij. Ook niet tegen een ander, want ik heb daar wel eens ruzies mee gemaakt. Ik denk, moet dit zo? Er waren er twee wildvreemde klanten en die maken een ruzie over een jurk die daar hangt. Die wil hem hebben en die wil hem hebben. Ja, er hangt er maar één, dus... Zoek je toch een ander? Laat hangen dan. Ja, ga je geen ruzie op me lopen te maken. Vooral niet in een winkel. Maar in ieder geval, dat loop ik liever te vermijden dan dat ik ermee omga. Ja, als je niet je fatsoen kunt houden, simpel. Maar ik ga naar boven, lieve vrienden. En ik ga jullie in mijn tas doen. Dus ik hoop dat ik bij de HEMA even dat wel kan filmen. Maar ja, dat weet ik niet. We zien het wel, we zullen beleven. En wat het is, ja, ik weet het ook niet hoor. Ik weet het echt niet. Maar ik doe wel mijn vest aan, want de wind is koud. Ik heb me ook mijn vest aangehad. Dat ik met meisjes ging. Niet aangedaan dat ik wegging. Maar op de gracht heb ik hem al aangedaan. En de mouwen omhoog, want het is hier te koud met die wind. En in de schaduw is het ook koud. De wind die staat in de verkeerde hoek. Ja, dat wil je gewoon niet hebben. Ik wil niet ziek worden. Ik wil geen spierpijn krijgen daardoor. Want ook dat kan, hè. Maar in ieder geval, hij doet weer normaal. Gisteren flipte de Google Hub. Was aan het flippen, zeg maar. Hij liet nog maar 2 foto's zien. Ja, jullie weten, er zitten foto's in. Nou, en hij liet maar 2 zien. En iedere keer flipper. Ik denk, wat gek van je, en heel veel licht. Ik denk, nou zeg, doe normaal, weet je. Maar oké, dat is weer over. Er komen nou weer meerdere foto's in. Dus ja, ik moet eens even aan Karin vragen hoe ik daar nog meer foto's in kwijt kan. Want ik heb er alweer een paar gevonden die ik er eigenlijk wel in wil hebben. Ja, maar oké, lieve vrienden, geniet. En geniet een beetje met ons mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is helaas maar waar. 2 voor niks. Er is niks geregeld, dus ik begrijp het ook niet hoor. Het is al een tijdje terug, maar sowieso dat en dat is het geval. Ze wist voor niks, er was niks geregeld. Ze zei ook, dat is een van de redenen dat ik niet mijn naambedje meer draag. Want het wordt misbruikt door de klanten. Nou, dat vind ik niet leuk, nee. En ik word ook eigenlijk een beetje voor gek gezet. En dat vind ik ook niet leuk. Nee. Dus ja, die meneer, die Joop, weet ik veel wie het mag zijn. Als je iets al regelt, doe dan goed. En laat me niet voor Jan Huppel de Plup met een korte achternaam erheen gaan. En deze mevrouw wist van niks. Nee. Dus ja, als je wat te regelen hebt, regel het dan goed. Ja, lieve vrienden. We zijn in een straat aanbeland, die heet de Jacob Beenstraat. En als klein kind zijnde heb ik hier ooit gewoond. Ja, echt waar. Maar niet aan die kant, maar aan deze kant. En dat is om exact te zijn, dit huis, nummertje 12. Enkel, ja, het is helemaal verbouwd, opgeknapt en gedaan. Wat ik me kan herinneren, hadden we boven kajuiten. Dus ja, dat is allemaal recht getrokken, denk ik. Ik weet het niet meer. En als je dan bij de voordeur binnenkwam, op nummer 12, dat was bij alle huizen zo, ga je een gangetje rechtdoor. Dan had je een trappetje,
twee, drie treetjes. Dan had je een plateautje, had je de wc-deur en dan had je rechtsom weer de trap omhoog. Het zal allemaal wel anders zijn, ik weet het niet. Nee. Maar daar heb ik dus als kleinkind zijnde gewoond. Ja. Ook mijn broer Koen nog. Ja. Die heeft hier ook gewoond. Nummertje 12. En waar ik geboren ben, dat zal ik jullie ook proberen te laten zien. Dag. Ja, ik moest even gedag zeggen. Ik werd vriendelijk gedag gezegd. Nou, dan moet je terug dag zeggen. Hè. Ja. Maar dat is gewoon, ja. Enkel, ja, ook de kleur stenen. Die zijn mij zo donker. Dat is ja, heel donker. Zwart om de deuren heen. Zo te zien. En bruin-rood. Verder. Nou, en dat was vroeger lichter van kleur. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus dat wou ik jullie even laten zien. En dit heet dan hier op Oud den Helder. Ja, Oud den Helder. De wijk Oud den Helder, hè. En de straat heet de Jacob Beenstraat. Nummer 12. Daar hebben we dus vroeger, heel vroeger, gewoond. En nou, dan ga ik hier de straat weer uit. Ja, en dat is mijn input, dus het komt allemaal wel goed. Mijn koortje, mijn polskoortje, dat wiebelt heen en weer en die probeer ik te pakken, zo. Nou, en vroeger hebben we hier ook een aantal van die garageboxen eigenlijk. En in die garagebox was vroeger een groenteboer. En met Koninginnedag gaf hij ijsjes weg. Waar weet ik niet meer. Het was ergens, ja, hier op dat rijtje. Ja. Dat is leuk, hè, als je dat dan... Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ja. Dan gaan wij die kant weer op. Badabadabadab. Laat ik even een klein stukje zien. Ja, ik... Ze zijn nou ook allemaal omgebouwd tot huizen en andere bedrijven. Het kan best deze wezen. Het was een hele oude, ja, oude deur ook. En dus. Ja, en deze straat heet de Cornelis Houtmanstraat. En die heet de Cornelis Dito-straat. Ja, dat is toch geweldig, lieve vrienden. Ja. Kijk, die auto heet Melvin. Haha, leuk. Ja, gewoon gezellig eventjes. Nou, en rechtdoor hebben we de Krugerstraat. Ja. Maar ik moet ja, naar Tuindorp toe. Ja, nou, dan kijk ik ook die straat. Ja, kijk ook die straat gewoon in. Even via het centrum. Ja, dus. Dit is de Prins Willem-Alexander Zingel. Zowel rechts, zowel links. Ja, nou, we hebben ineens geen Prins Willem gehad. Maar dat doet er allemaal nou niet toe. Het heet nou helemaal zo. Want dat gaat, mogen ze die straat dan wel gaan veranderen. Prins Willem-Alexander Zingel. Ja. Hoi. Er werd gezwaaid, maar wie het was, je mag het weten. Ja, nou ja, dan gaan we eventjes deze kant op. Laten we even genieten, hè, van het prachtige mooie weer. Nou. Ja. Ja, ik rij nou ook niet hard. 8,1, 8,6, het schommelt heen en weer. Ja, moet kunnen. Gezellig zo, mooie huisjes hier. Het is echt nog een oude buurt.
Ja, want ik heb mijn telefoon er niet in. Had ik geen zin in. Ik denk, ik doe eens even wat anders dan anders. Ja, moet kunnen. In dat kring, dat nieuwe kringloopwinkeltje bij de Vomer. Ja, helaas, pindakaas, die was gesloten. Waarom, weet ik niet. Nee, er stond helemaal geen bericht aanduidingen op. Nou, dan krijg je de Vergalenbuurt. Met de Vergalenstraat. Ja. Zo. En deze hele straat heet gewoon de Krugerstraat. Hier heeft vroeger ook mijn oma en opa gewoond, de ouders van mijn moeder. Ja, op een hoog nummer. Ik meende altijd 104, maar ik weet niet zeker. Nee. Het kan ook wel een ander nummer geweest zijn. Maar dat weet ik niet meer. Nee. Nou, er komt een mooie auto aan. En dan ruim ik jullie zo meteen weer even op, voordat ik de drukte inga. Ja, even de stoep op. Ja, dat doen we. Even het bochtje om. Want ik moet die kant op. Ik ga niet met jullie al die tijd zo rijden. Dat gaan we niet doen, nee. Af en toe even, hè. We gaan nou eventjes naar mijn geboortehuis toe. Ja, en zoals jullie het zien, zijn we op de Anemonenstraat beland. En de Anemonenstraat is gelegen aan het spoor. Ja, aan het spoor. Nou, tuffelen we die kant op, want dit is mijn nummertje 1 pas. Dus, en ik ben op hetzelfde nummer dan daarnet in de Jacobinstraat ben ik hier ook geboren. Dus we gaan op zoek naar nummer 12. En hier hebben we 4. 5. 6 en 7, 8 en 9, 10, 11 en dan mijn geboortehuis. En dat was mijn slaapkamertje. Ja, daarboven. Dit was mijn geboortehuisje, daar heeft mijn wieg gestaan. Ook weet ik te vertellen dat ik met mijn mannetje Jack hier ook vlakbij hebben gewoond. In de Florenstraat, daar rijden we straks ook even langs. En toen is dit huis uitgebrand geweest. Helemaal, niet van buiten, maar van binnen helemaal totaal goed zwart. Ja, dus... Maar in ieder geval, we gaan even die kant op. Ik hou jullie nou even aan, want de Florenstraat is vlakbij. Dus, en wat ik zei, daar hebben we het spoor. Ja. Dus dat was mijn geboortehuis, lieve vrienden. Ja. En nou hebben we hier de Florenstraat. Daar heb ik dus ook in gewoond. Maar niet als kind zijnde, nee. Wel in de Tuinstraat, dat is nog een stukje verder. Ja. Dat zal ik, maar dat huis staat er niet meer. Ja, een ander huis. Een nieuwe. Dat huis waar ik gewoond heb als kind zijnde is gesloopt. Ik moet dat koortje hebben, hier jij. Is gesloopt. En dan hebben ze een nieuwbouw neergezet. En ja, dat past niet bij deze wijk, vind ik. En dat is net zo met de Daliastraat. Nou ja, dat hadden ze zo moeten houden. Ja, nou en op nummertje 5, daar heb ik met mijn mannetje gewoond. Ja.
Nummertje 5. Daar sliepen wij. En dat hele smalle raampje, daar stond, dat was de kattenkamer en daar stond de droger. Ja. En dus, maar daar sliepen wij. Daarboven en beneden, ja, het was een lange kamer. Ja. Dus, dat dus. Nou, dan gaan we de tuinstad even opzoeken. En dan gaan we ook nog langs een school waar mijn broer Koen op heeft gezeten. Ja. Nou, en dat zullen jullie al wel licht merken aan die verkeerslichten. Dat is hier. Het heet nou anders. Floriant. Het was toen de tuindorpsschool. Doodnormaal, de tuindorpsschool. Ja. En we hebben hier ook een kringloopwinkeltje van onze Jo. En ik ken Jo van vroeger uit een ander winkeltje. Dag Jo. Hallo. Ik zie je niet. Door... Ik ben geen Jo, boven. Is Jo boven? Nee, die is er niet. Oh, is ze er niet. Maar ik ben ook aardig hoor. Ja? Ja, dat is echt waar. Echt waar? Echt waar. Ja, ik ken Jo nog van het centrum. Van een andere winkel. Ja, en ik ben een YouTubester en ik laat mij... wijk zien waar ik vroeger als kind zijnde heb gewoond en waar ik met mijn man heb gewoond, maar die is nou daar. Maar ik weet niet of ik hem op je film wil. Je komt op YouTube dus, ja. Nou, nou maar die ook. Nou, lekker door. Het is mooi weer, dus ja. Genieten. Hè? Ja. Dus het winkeltje van jou, kleding, schoenen, tas en sieraden. Dus ja, dat is in Tuindorp aan de Brakkenveldweg gelegen. Maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Nou, dat is de Bloemstraat. Nou, daar heb ik dus niet gewoond. Nee. Nou, en de Brakkenveldweg kunnen jullie denk ik ook al herinneren van vorige week. Bij de avondvierdaagse. Oepsie, oepsie, oepsie. Dit is Shalomme. Shalomme, shalom. Shalom. Hoppata. En dan hebben we hier de Tuinstraat. En hier ben ik dus met mijn ouders ook, heb ik ook gewoond. Maar ja, het huisnummer moet geloof ik nog wel bestaan. Aan deze kant. Maar het waren allemaal veel leukere huisjes. Ja. Net zoals waar we er net al doorheen reden. En dit is nou allemaal van dat nieuwbouw. Afschuwelijk zo dat daar. Dat wil je toch niet in een oude buurt. Nummer 14 woonden wij. Moet ik even zien. Hoera, ons lieve broertje. Dat is leuk. 14, nee, 41 geloof ik. Ik weet het niet meer, ja, omdat dat veranderd is. Nee, 41, ik weet het alweer. Of was het dan 43, kan ook nog. 47, nee, dat loopt hierop. Nee, het was ook op een hoek geloof ik. Ja, nee, het was een rijtjeswoning. En, je hebt nou... en dat is het Asterpleintje. Kijk, ook allemaal nieuwe huizen. Dat wil je toch niet. Ja, en dan hey, daar de Dahliastraat. Nou ja, woepie. Gereed aan. Ik vind dat zo niet mooi, dat je dit soort huizen... Ik vind het afschuwelijk. Ja, dan heb ik liever die oude huisjes waar ik in gewoond heb. Kun je nagaan, hè? Oh ja, dat wou ik. Ja, het was 41 geloof ik. Tuinstraat 41, daar hebben we gewoond. Ja. Dus, en nou is er een kindje geboren. Maar ja, dat dus. Nou, niet echt leuk. Nee. Zoals langs het spoor en dat soort huisjes. En in de Florenstraat waar ik met mijn man heb gewoond. Nou ja, dat soort huisjes. En wat er op de Brakkenveldweg staat is toch veel mooier. Is veel leuker. Toch? Of legt het aan mij? Al dat nieuwbouw, dat staat niet bij deze stijl. Ja. Thank you.
dat niet echt leuk. Nou, dan gaan we hier weer die kant op. En dan gaan we weer richting huis. Want ja, ik weet ook niet tot hoever ik nog kan rijden met dat apparaat. Hij staat nou zo, maar ga ik rijden, dan neemt hij weer minder, hè? Dan neemt hij in gebruik. Dus we gaan weer richting huis, want ik wil ook dan weer even met een vlog beginnen, et cetera. Ja, moet ook weer gedaan worden. En het gaat niet uit zichzelf. Dus, nou. Geniet nog even van alles. Oh, die is ook mooi. Ja. Zo, lieve vrienden, de camera die doet het weer. Ja, dus ik zal hem vannacht ook aan de lader weer gooien. Maar ik laat hem nou op de salontafel staan en dan zie ik hem. Hij heeft achter mijn scherm van de computer gestaan. Ook heb ik deel 2 van woensdag, vorige week woensdag, hek naar YouTube gebracht. Ik heb vanavond even geen zin. Lekker vrij. Ik ga lekker televisie kijken. Helemaal verder niks. Lekker time out voor mezelf. Ja, de meisjes zijn ook al uit geweest. En ja, gewoon lekker niks doen. Ik heb mijn eten gegeten. Ik heb mijn koffie en mijn sapje nog staan. Dus ja, helemaal toppie. Ik ga wel ook eventjes naar Facebook toe, want ik heb een aantal plaatjes, kan ik naar Facebook toe brengen. Dus eventjes wat anders dan zitten te editen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie avond. Ga ik dus ook op mijn manier doen. En ik zou zeggen, geniet er gewoon van. En ik spreek jullie wel weer.